something you don't see on the finished shoe, that there's a lot of handwork and thinking in front of the production, yeah? Ik ben Berry van den Assem, derde generatie van familiebedrijf Van den Assem Schoenen, waar liefde voor kwaliteitsschoenen al ruim een eeuw door onze aderen stroomt. Als jarenlange schoenliefhebber neem ik een kijkje achter de schermen. Hoe en bij wie begint het verhaal van onze schoenen? Ik ga terug naar de bron. Ik ben onderweg naar de schoenfabriek Peter Keizer in Duitsland, in de plaats Pirmasens. En ik heb een afspraak met de directeur. En daarna, en dat vind ik heel leuk, met de ontwerpafdeling. Kijk, hier is het. We zijn er. Nice to see you. How are you? Welcome in Pirmasens. Ik schud de hand van Stefan Frank, de directeur van Peter Keizer. Peter Keizer is een van de oudste schoenfabrieken van Europa. Opgericht in 1838 hier in Pirmasens. Het merk specialiseert zich in damespumps met een ideale pasvorm. Na al die jaren wordt er nog steeds in dit plaatsje geproduceerd. En dat is bijzonder, want slechts 5% van de totale schoenproductie in Europa vindt plaats in Duitsland. You're selling all over the world, huh? Yeah, in more than 50 countries. 50 countries. Yeah. The biggest market is Germany, Austria, and then in Netherlands. Oh, yeah, right. It's really an important market for us, and just also with you. Yeah, Thanks God. So we're going to the production? Yes, this is really what I said before. It's not very common to produce shoes in Germany. In Germany, still in Germany. Yes. Our leather warehouse, this is a really important part of our company because we are very famous for our leathers. Right. Where are all the leathers coming from? 99% are coming from Italy. Stefan vertelt me dat hier voor bijna 6 miljoen euro aan materialen ligt. For example, yeah, as you know, we are famous for our suede leathers. Yeah. This is really the best, the best you can get. Yeah. No falls, no. No falls at all. No. Is this for one shoe? An ankle boot is one pair. Yeah, one pair. And if you have long boots, yeah, sometimes you need two or three of this. Yeah. And this is one animal, yet, so this is really expensive, yeah. Het valt me op dat de gemiddelde leeftijd in de fabriek hoog is. Dat is ook niet zo gek, vertelt Stefan, want dit soort vakmensen zijn schaars. Bij Peter Keizer wordt bijna alles met de hand gedaan, en dat vraagt om veel ervaring en expertise. Per hand jetzt? Per hand, ja. Yeah, something you don't see on the finished shoe, that there's a lot of handwork and thinking in front of the production, yeah?